Het centrum van Woerden is rustig. Gelukkig shoppen er wel mensen, maar er worden er steeds minder. Het internetshoppen en het openen van supermarkten op zondag zorgt voor problemen op de koopavonden. Dat het zorgwekkend is, ja, dat is het wel. Er gaan ook steeds meer winkels dicht. Je krijgt een soort sneeuwbaleffect van ik ga maar dicht, want ik heb niks meer te doen. En dan de buurman, ja, waarom zal ik dan open blijven? En dat is natuurlijk heel erg jammer, want zo jaag je ook je consumenten die nog naar het centrum komen, die jaag je ook het centrum weer uit. En het wegjagen van consumenten, dat gebeurt voornamelijk door de openingstijden. Want gaat die ene winkelier nou wel of niet open op koopavond? Wat wel zo is, is dat het top 1 ergernis van de consument hier in Woerden is dat je die openingstijden eigenlijk bij iedereen verschillend zijn. Maar ja, weet je, je bent een zelfstandige ondernemer, ik kan ze ook niet dwingen. En dan heb je natuurlijk de ketens die vanuit het hoofdkantoor opdracht krijgen om eerder dicht te gaan of helemaal dicht te gaan op de koopavond. Daar kunnen wij gewoon heel weinig mee. Wel is het zo dat Van Kesteren hoop blijft houden. Nou, het zou een van mijn wensen nog zijn als voorzitter, als ik dat nou eens voor elkaar kreeg, dat iedere winkel gewoon van 9 tot 6 open is en dan de koopavond tot 9 uur. Wil je nog meer Woerden TV? Ga dan naar onze website voor actueel nieuws, exclusieve foto's en nog meer video's. En wil je als eerste het laatste nieuws? Voeg ons dan toe op Facebook en Twitter. Kijk Woerden.tv.